Oké, mensen, dan gaan we beginnen met de eerste ronde. En ik heb hier Annette Stekelenburg, die mag als allereerste spreker de aftrap doen. Annette is getrouwd met Lennart en moeder van Jasper, Merlijn en Meerte. En ze gaat ons vertellen over het reilen en zeilen binnen haar gezin. Ja, en dat ga ik doen aan de hand van het thema. Want ik hou meer spreekbeurten, maar ik dacht, goh, wat een leuk thema, durven doen. En toen ging mijn fantasie met mij op de loop en dacht, wat durf ik nou eigenlijk allemaal en wat doe ik nou eigenlijk allemaal? En daar heb ik iets op gemaakt waarvan ik dacht, goh, het is leuk om jullie gewoon eens mee te nemen in wat ik allemaal durf. En omdat het mij ontzettend vervelend lijkt om 20 minuten te moeten luisteren, want daar hou ik zelf namelijk ook nooit van, ik hou altijd van een beetje interactie, dacht ik van nou weet je, dan zet ik gewoon 10 dingen op een rij, of 12 in dit geval. En als jullie dan roepen, daar willen we wat meer over weten, dan kan dat zo meteen. Ik ga eerst even heel kort schetsen wie ik ben en waar ik vandaan kom. Ik moet even, hier kijk, daar komt hij. Dit is mijn gezin. Mijn gezin bestaat, en dat zei April al even, uit 3 kinderen en een man. En het was in 2009 dat wij een telefoontje kregen van een specialist. Die zei, het is positief. En ik ben altijd een positief ingesteld mens, dus ik denk, dat is mooi. Maar als artsen zeggen, het is positief, dan is het meestal niet zo heel positief. Dus taal doet wat met mensen, zeg maar. En het betekende dat in ons geval dat wij de mededeling kregen dat ons middelste kind, Merlijn, die hier zit, dat hij een progressieve spierziekte had. Een spierziekte, een neuromusculaire ziekte, myotone dystrofie, die niet alleen de spieren aantast, maar ook de organen. En in de meeste gevallen als eerste de organen die vrij vitaal zijn, namelijk de hersenen. Dus dat betekende dat ik had een kind die geen autisme had. Ik heb nu een kind met autisme, om maar even een voorbeeld te noemen. Daarna moest mijn hele gezin getest worden, dus ook de oudste. Die was 15 op dat moment, dook onder de dekens en is een half jaar depressief geweest. Van dacht, dat gaat mij niet gebeuren. Hij bleek uiteindelijk de ziekte niet te hebben. Maar wel is wel psychisch, zeg maar, zo belast en heeft wat stoornissen, ASS, ADHD, nou dat zijn de dingen waar hij mee behept is. Mijn dochter, daarvan dachten we, ach die hockeyt actief, die was ontzettend actief aan sporten altijd, daarvan dachten wij van nou die heeft het echt niet, dat kan niet gebeuren, die bleek het wel te hebben en ook daar merken we inmiddels de gevolgen van. En mijn echtgenoot, daar werd gezegd, u heeft de volwassen vorm, u heeft het versterkt doorgegeven aan de kinderen. Zo werkt het met deze ziekte. U krijgt last naar uw 50ste. Ik geloof dat mijn echtgenoot 50 was en 3 dagen. Dat hij staar kreeg op de ogen. En daar begon het mee. En inmiddels zit hij op dit moment voor de afkeuring. Het was een bevlogen docent wiskunde. En hij kan geen cijferreeksen meer onthouden. Want ook zijn hersenen worden langzaamaan afgekalfd. Dat is ons gezin. En zoals je ziet hebben we het prettig met elkaar. Het betekende dat ik in 2010, nadat ik allemaal zorgverleners in huis had gehad, ik had zelf een bureau nog, was ik eigenlijk een beetje gek geworden van al die mensen die op mijn bank zaten. En als ik er al gek van word, dan geldt dat nog veel meer voor kinderen die last hebben van prikkels en die heel snel moe zijn. Want dat is het belangrijkste waar ze last van hebben. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd, dat gaan we anders doen. En de specialisten en artsen hebben eigenlijk aangeraden van, joh, ga jij nou wat meer naar huis en probeer die zorg zoveel mogelijk in één hand te houden. Nou, dat heeft wat voeten in aarde gehad, want dat vond ik niet echt leuk. Want ik heb niet gekozen voor de zorg, zeg maar. Maar uiteindelijk heb ik dat wel gedaan en inmiddels ben ik er ook heel blij mee dat ik dat gedaan heb. Nou, dat is in het kort een schets. Ik ga dan even terug naar de vorige.
En dan heb ik een aantal dingen opgeschreven waarvan ik zeg, goh, dat zijn nou dingen die ik eigenlijk allemaal doe, durf. Waarvan jullie misschien zeggen, nou, daar wil ik nou wel eens wat meer over horen. En als dat niet zo is, dan ga ik ze gewoon allemaal af en dan moeten jullie luisteren. Dus het is aan jullie hoor, het maakt mij echt niet uit. De eerste, goed voor mezelf te zorgen. In een gezin waar mensen van je vragen dat je er eigenlijk altijd bent en dat je niet zo snel weg mag, is het best een lastig punt. Er is geen dag dat ik iets doe voor mezelf, zoals vandaag bijvoorbeeld, waarbij ik makkelijk uit huis ga. Ik kan nooit de deur zomaar achter mij dicht doen en denken van, oh, en dat mensen achter mij ook nog roepen, prettige dag. Nee, achter mij roepen ze, blijf alsjeblieft. En die deur doe ik dicht nadat ik de... En dan onderweg krijg ik nog een dingetje, heb je de zondevoeding al besteld? Dus met andere woorden, er is altijd wel iets om aan te denken. En toch heb ik besloten, en dat is echt een besluit, dat is een keus die je maakt, om goed voor mijzelf te zorgen. Ik heb de foto genomen van mijn vriendinnen, waar ik 1 keer per jaar mee een week naar Zwitserland ga. En die week is niet alleen voor mij goed, maar is ook voor mijn gezin goed. Want wat gebeurt er? Ik ben een moeder van kinderen die ziek zijn en die vaak te maken hebben met een samenleving die niet zoveel rekening met ze houdt. Dat betekent dat je ook een moeder bent. In het extreme werd er hier eentje nagespeeld. Maar daar moeten we voor waken, zeg maar. Dat je niet te veel op hun nek zit. En wat gebeurt er nou als ik in Zwitserland ben? Dan is er altijd wel iets waarvan ik dacht dat ze het niet konden. En verrek, ik ben er niet en ze kunnen het wel. Dus de eerste keer bellen ze me, mam, de taxi komt niet en kan je de taxi bellen? Dan zeg ik, ja, ik zit in Zwitserland, ik ga de taxi niet bellen, zoek het maar uit. En daarna, de tweede keer bellen ze, mam, de taxi was er niet en ik heb gebeld en toen kwamen ze toch nog. Oké, vanaf dat moment heb ik nooit meer een taxi gebeld. Dus met andere woorden, je leert aan beide kanten van het kan toch. Voor mij is het heel fijn dat ik... Is het nog op een andere manier fijn, namelijk als ik er niet meer zou zijn, wordt er toch nog voor mijn kinderen gezorgd. Het is niet zo dat de wereld vergaat als ik er niet meer ben. Dat betekent ook dat ik dus kan zeggen, ik kies voor mantelzorg. Het overkomt me niet alleen, nee, ik kies ervoor. Dus, en als ik die keuze heb, dan voel ik me weer in mijn kracht. Want als ik geen keuze heb, dan ben ik slachtoffer. En dus voor mij geldt dat dit gewoon heel erg van belang is. Nou, naast het weekje wandelen, wat ik doe, ga ik ook 1 keer in de maand met vriendinnen naar de sauna. Dat is echt mijn dag, weten ze ook thuis, ben ik er niet, hoeven ze me ook niet te bellen. Telefoon gaat uit, mag ook niet in de sauna, dat is ideaal. Nou, dat is, dus dat is gewoon wat ik doe. De eerste keer ga je dan nog regelmatig terug om te checken of er allemaal berichtjes zijn binnengekomen. En op een gegeven moment denk je van zoek het uit. Er gaat niemand dood. Ik bedoel, tenminste dat hoop je dan in ieder geval. Het werk buitenshuis, dit soort dingen doen. Maar ook de workshops die ik geef voor zorgprofessionals of voor anderen. Daar krijg ik energie van, vind ik leuk. Ik ben nog in een aantal raden van toezicht actief. Ik moet er niet aan denken om niet... Nou, laat ik het anders zeggen. Ik wil 1 keer in de week een gesprek hebben. Een intelligent gesprek over iets anders als de zorg binnen mijn eigen gezin. En dat houdt mij vitaal. Dat maakt ook dat als er verdrietige dingen zijn thuis, dat ik daar even weer even met wat anders bezig kan zijn. Met andere woorden, is voor mij gewoon echt van levensbelang. Nou, dat gezegd hebben is denk ik dat het terecht is dat ik zeg, ik durf dit te doen. Want ik zie ook heel veel mensen die het niet durven te doen. Want ik geef het je te doen als kinderen. Nou, vanmorgen, ik zal een heel praktisch voorbeeld. Vanmorgen zet ik mijn kind af bij school en ik breng haar met de auto. En ik zie al naast me dat het bleke bekkie een beetje vertrekt en dat ze eigenlijk moe is. En eigenlijk misschien wel te moe om naar school te gaan. En toch moet ik zeggen, je moet nu uitstappen en je moet nu naar school. En dan zegt zij, ja maar mam, ik ben echt heel erg moe. En ik heb even geen oplossing. En dan zeg ik, ja het spijt me zeer, maar dat betekent nu echt, ik ga nu weg.
dat is niet leuk weggaan. Dat is ook niet... dan voel je je natuurlijk wel eens een beetje slecht. Of dat je denkt, jeetje, en toch blijf ik het doen. En ik moet me ook aanpassen aan hun. En zij moeten zich ook een beetje aanpassen aan mij. En zo zit de wereld in elkaar. En we kunnen het niet altijd makkelijk maken voor iedereen. Nou, zo. Als je er vragen over hebt, mag dat ook. Maar goed, dit is. Dat moeten anderen vooral heel erg zelf weten. Dus ik vind nooit zoveel van anderen. Ik denk namelijk dat het iets is wat je moet leren. En dat je alle fases door moet voordat je zover bent als ik ben. En ik kon dit ook niet het eerste jaar of na anderhalf jaar. En sommige mensen kunnen het nooit. Nou, die blijven dan in die fase. En dat is, als zij daar gelukkig mee zijn, moeten zij dat zo doen. En dat is... dat is zoals ik erover denk. Dus ik denk vooral dat het een leerproces is van mensen zelf. En het maakt mij niet zoveel uit wat ze doen, zeg maar. Maar kun je het dan indirect met je gedachten ook loslaten? Dat je dacht dat ook zo is. Start je dan aan? Het feit dat ik het hier noem als voorbeeld, dat zegt natuurlijk wat. Want natuurlijk heb ik het wel met haar te doen. En denk ik van, jeetje, moet ze die hele dag door. En ik weet wat het is als ze moe is. Dan sleept ze zich zo door zo'n dag heen. Dus ja, ik ben het wel kwijt. Als ik hier ben, dan doe ik weer mijn ding. En daar waar ik energie van krijg. Maar morgen ben ik wel een beetje lief worden, zeg maar. Hè? Zo. Dus dat. Dus ja. Goed. Ja. Nou ja, bij wijze van spreken. We mogen hier nog... Het mag hoor, ik heb 20 minuten, dus... ja, niet allemaal tegelijk. Ja, ik ga hem even... Mijn vlies nemen. Ik ga die even... Daar moet ik altijd... Kijk, ik dacht... Ik heb namelijk iets geleerd. Ik heb precies leren maken. Maar ik heb nog niet helemaal door. Daar was ik gisteren, ben ik daarmee begonnen met deze leerschool. Kijk, daar is die. Dus het moet handiger kunnen hoor. Ik weet het echt. Maar ik ga er nog een... ik kom er vanzelf, zeg maar. Ik hou van leren, dus we gaan er vanzelf komen. Deze heb ik gezet. Dat gaat vooral over onderwijs. Mijn kinderen en passend onderwijs is niet zo'n hele goede combinatie. En dan druk ik mij zachtjes uit. Mijn kinderen en mijn zoon was HAVO tot HAVO 3 gewoon op het regulier onderwijs. Toen kwam de wet passend onderwijs en het onderwijs ging zich realiseren dat daarmee geld gemoeid was. En toen is hij als een pak suiker van school naar school doorgestuurd. Totdat hij uiteindelijk terecht kwam op onderwijscentrum De Twijn hier in Zwolle. Waar hij op het speciaal onderwijs zat, een mitielschool. En daar gaat hij nog 2 uur per dag heen. Op woensdag niet, want dan is hij te moe. Maar 2 uur per dag redt hij dat. En er gebeurde iets gek op dat speciaal onderwijs, want er werden geen eisen meer aan hem gesteld. Dus hij werd opgeleid voor de sociale werkplaats die er straks niet meer is. Terwijl het een havist is die heel veel interesses heeft in allemaal intellectuele dingen. Dus... En dat gevecht heb ik verloren. Dus ik heb op onderwijs, ik heb tot aan de staatssecretaris aan toe, heb ik gemaild, gebeld en alles wat mij daarin lukt, maar onderwijs, dat heb ik afgeschreven. En toen heb ik daar heel veel verdriet en heel veel ellende en heel veel pijn van gehad. En ik zie dat nu weer gebeuren. Mijn dochter is door de ziekte zwaar dyslectisch. Als je in dit land geen Engels voldoende haalt, kan je niet naar een mbo-diploma komen. Dat betekent dat we nu al weten dat zij nooit een starterskwalificatie gaat halen. Terwijl het een hele normale, prima pintere meid is die graag kok wil worden. Daar heb je weinig Engels voor nodig, zeg maar. Wat dat betreft hebben we gewoon echt een aantal regels bedacht met elkaar, waardoor dat onderwijs een ramp is. En wat ik heb gedaan op het moment dat mij dit overkwam, kost het me bakken met energie. En op een gegeven moment dacht ik, het is uit mijn handen. Deze strijd heb ik verloren.
En dit vlies neem ik. Met het idee, er komt misschien wel weer een dag dat het wel weer goed komt. En wat gebeurt er nou? En dat is wel het mooie en dat is echt heel vers. Ik heb afgelopen maandag een gesprek gehad met Erik Gerrits. Dat is de secretaris-generaal van VWS. Samen met Achmea. Ook op hoog niveau. En samen met de gemeente om te kijken of er ook één plan kan komen voor mijn gezin. Als een soort pilot. En daar kwam ook het onderwijs ter sprake. En wat zegt Erik Gerrits? Die zegt, maar weet je, dan moet je, wil je me alsjeblieft dat melden, want dan ga ik daar ook mee aan de slag. En toen dacht ik, jeetje, iets waarvan ik dacht dat het helemaal weg zou zijn en verloren, komt nu misschien toch weer op de agenda, omdat ik via andere wegen zomaar iets weer krijg. Maar als ik hier in deze strijd door was gegaan, dan was ik verzuurd. En als ik ergens voor kies, is het om niet te verzuren. Dus vandaar vlies nemen. Nou neem ik meer vliezen in mijn leven. Namelijk ook het vlies op gezonde omgeving. Of op mensen die gezond zijn in mijn omgeving. Maar dat is een heel ander soort vlies. En daar kan ik ook wel wat over vertellen. Maar dat hoort bij een ander plaatje. En het mag ik je vragen om één punt uit te zoeken. Het is een ontzettend boeiend verhaal, maar qua tijd heb je nog ongeveer 5 minuten. Nou, misschien dan even naar dat vlies. Wat ik, dit is mijn zoon, nog niet een jaar geleden. Hij lag toen op het randje van de dood in het UMCG. Hij was nog 38 kilo. Hij kan niet meer slikken, hij kan niet meer eten. En wij hebben daar, wat ik daar heb geleerd en wat ik daar heb gezien, is dat ik los kan laten. En dat klinkt voor mensen die daar heel veel van, ver van afstaan, snap ik dat het best wel bizar klinkt. Maar hij heeft mij geleerd dat hij uiteindelijk eerder doodgaat als ik. En dat weet ik ook. Maar hij heeft mij ook geleerd dat ik dat kan. En dat wij samen dat proces door kunnen gaan om daar te komen. En ik heb natuurlijk, ik ben in de omstandigheid dat ik kinderen heb die waarschijnlijk, misschien, wie zal het zeggen, eerder gaan als dat ik ga. En dat is een wetenschap waar je niet te vaak bij stilstaat en waar je ook niet meteen aan toe bent, maar heel langzaam aan groei je daar naartoe en steeds komt er een stukje bij. Inmiddels is hij weer opgekrabbeld, heeft hij een pechzonde, gaat de voeding via de slangetjes en hebben we best weer een aangenaam leven en lijkt het er weer heel anders voor te staan. Maar dat zijn wel hele intense en ook verdrietige momenten, maar die ik wel aandurf. Dus ik durf wel ook die dood in de ogen te kijken en te zeggen, dit is wat ons gaat overkomen. En dat is gek genoeg ook heel mooi, want ik denk dat niemand zo'n intens proces meemaakt als dat ik met mijn kinderen meemaak. Iets anders, was als het gaat om vlies of als het gaat om rouw, is dat ik mijn partner langzaam aan het kwijtraken ben. En dat vind ik nog veel ingewikkelder, als ik heel eerlijk ben. Niet omdat ik, nou, vooral omdat ik het ingewikkeld vind dat ik, ik wil niet zorgen voor mijn partner. Mijn partner moet mijn partner blijven. Dat moet op gelijk niveau blijven. En dat is het niet meer helemaal. Dus het is zoeken van hoe doe je dat nou met elkaar? En ik kan hem niet meer overal bij betrekken. En hij kan niet overal meer bij mee. Dat vind ik denk ik nog wel het ingewikkeldste. Ik moet wel steeds meer zelf doen of alleen doen. En dat vind ik wel een lastig verhaal. Ik weet niet hoe streng de dagvoorzitter is. Eén Nee, natuurlijk doe je dat nooit helemaal zelf. Ik heb een goede sociale omgeving, dat is één. En het tweede is dat wij bij een revalidatiecentrum zitten, die ons begeleidt ook met maatschappelijk werk en met gesprekken.
En langzaamaan groei je er ook in. Hè? Het is niet zo dat van de een op de andere dag er bij mij iets gebeurd is. Dat lijkt mij nog veel erger, zeg maar. Dus het is, ja, wij groeien met elkaar mee. Maar de gesprekken die met name tussen mij en mijn echtgenoot, van hoe doen wij dat nou samen? En wat blijft er nou over? En hoe gaan we dat dan managen? En ook de keuzes die ik maak van ik ga nooit voor jou zorgen. Ik bedoel, dat is echt, dat is gewoon nooit. En daar mag gewoon zorgen in natura meteen naar binnen. Ik doe het niet. Dus dat, niet omdat ik dat niet wil, maar omdat ik gewoon geliefde wil blijven. En niet op een andere. Zorgen voor je kinderen is natuurlijker, zeg maar. Ondanks dat ze ouder worden. Dat is toch anders. Dus ja, je krijgt er hulp bij. Ik moet wel zeggen dat ik dat wel zelf heb moeten organiseren. Met andere woorden, het zorgsysteem in Nederland is gericht op de cliënt of de patiënt. Allebei verschrikkelijke woorden, maar de mens met iets waarmee wat moet gebeuren. En zeker niet op de omgeving. En wat dat betreft is het systeem en de systemen en regels wel heel erg verschrikkelijk in Nederland, vind ik. En ik moest ook een item meegeven van waar nou mijn hoop zat, hè, waar ik nou op hoopte dat in de agenda van de toekomst er heel veel rekening gehouden werd. En wat ik heel graag zou willen, ik spreek in al die telefoongesprekken die gaan over bureaucratie of die gaan over regels die net niet passen op mijn gezin, want je snapt wel dat mijn gezin niet in beleid te vangen is. En tegelijkertijd probeert iedereen dat wel en dan komen we niet met elkaar uit. En dan krijg ik mensen aan de telefoon die altijd heel erg welwillend zijn. En allemaal zeggen, ja, dat snappen we en dat moet niet zo, dat moet anders. En de enige vraag die ik ook aan jullie zou willen stellen, en ik hoop dat het een olievlekwerking gaat worden, dat als je een regel tegenkomt, of je komt iets tegen waarvan je zegt, god, dat hebben we toch eigenlijk een beetje raar, waarom hebben we dat nou eigenlijk zo geregeld? Hou dat dan niet voor jezelf, maar stel die vraag ook aan je collega's. En als je collega's dat ook vinden, stel die vraag dan ook eens aan je leidinggevende. Want alleen dan kunnen we op een of andere manier een kanteling maken. Die transitie die kunnen we dan echt met elkaar gaan doen. En anders dan blijft het bij woorden en ben ik in systemen gevangen. En daar kan ik geen kant mee op. Dankjewel. Alsjeblieft.